De laatste grote afspraak van het seizoen in korfballand stond afgelopen zondag op de terreinen van Kwik geprogrammeerd. Great Old Scaldis mocht het opnemen tegen topfavoriet Boekenberg, al hebben deze laatste het steeds moeilijk tegen Peters en Co. Scaldis is doorgaans als ze tegen Boekenberg spelen zeer sterk en dat was ook vandaag het geval. Eigenlijk goed voor de wedstrijd, hè? Want uiteindelijk het is een leuke wedstrijd geweest waar ik niet al een tijd dacht dat we die wedstrijd gingen winnen. En zo liep het ook, want de voorzitter van Boekenberg zag zijn ploeg wel vrij goed van start gaan, maar een kloof slaan lukte niet meteen. De Great Old, die onder impuls van een uitstekend spelende familie Peters aansluiting bleef houden, maakte het de favoriet meer dan moeilijk. De Panthers konden niet meteen hun eigen spel spelen door de weersomstandigheden en dat maakte het voor hen niet makkelijk. Maar ik wist ervoor dat Scaldis, dat was gewoon een klein slippertje in de zaal. Blijf echt een goede ploeg, we waren er altijd moeilijk mee. En ik wist dat vandaag ook zo in zijn, maar ik ben blij dat we met een ander spel dat we normaal gewoon zijn, want door de wind ging dat niet. Hebben we ons toch terug in de match kunnen klokken, want het heeft er even lelijk uitgezien. Nagel op de kop, meneer de Breemaker, want Boekenberg gaat nog wel rusten met een voorsprong. Doch geeft de Great Old het niet op. En in plaats van dat de Panthers uitlopen, gaan de Scaldianen erop en erover in begin van de tweede helft. Maar de Panthers vinden net op tijd de grinta terug en komen op gelijke hoogte. De 13-13. De eindspurt van de favoriet is er een die tellen kan. Scaldis stokt in de aanval en de Panthers vindt nu wel de gaten in de defensie van de Great Old. Ze gaan naar een 13-16 voorsprong. David Peters en Glenn Ruts zorgen dan nog voor de aansluiting, 15-16, maar daar zijn ze weer. Nicky Schilders en Jesse de Breemaker zorgen voor een 15-18 en mogen zich zo de nieuwe kampioen op het veld noemen. Deze finale was, ondanks de weersomstandigheden, er eentje waar de spanning te snijden was. En wat niet iedereen meteen verwacht had, maar het moet gezegd zijn dat het plaatje klopte op deze finale dag. Een mooie accommodatie, twee schitterende teams die elkaar geen duimbreed toegaven, veel volk en enkele journalisten die beter op hun redactie kunnen blijven zitten wanneer ze niet tegen een druppel regen kunnen. Heerlijk en genieten van topsport die, nog steeds, veel te weinig aandacht krijgt die het verdient. Korfbal is topsport en dat hebben deze twee teams vandaag bewezen. Deze topsporters krijgen nu verdiend hun rust en wij maken ons stilaan op voor de hoofdmis in korfbalwereld met het aanstormende wereldkampioenschap dat in oktober en november in België gespeeld wordt. Ik denk dat we vandaag bewezen hebben dat we kunnen terugvechten. Normaal gezien, als we een finale winnen, komen we niet veel achter. En ik denk dat we vandaag bewezen hebben dat ook als achterkomen dat we nog vol voor de winst gaan. Feest vanavond. Denk het wel. Beetje ontgoocheld wel, want er zat meer in, vind ik. Maar toch, tenslotte, met een goed gevoel, de rustperiode in. Toch een goed gevoel, ja zeker. Wat we het eind van het veld hebben laten zien, met een beperkte kern, met veel gekwetste, hebben we toch 9 op 12 gehaald en dan nog de finale gespeeld. Ja, ben heel fier op mijn ploeg. En mijn goed gevoel, de rust in. Ja, mooi. De weersomstandigheden waren er niet naar een mooie finale. Hè. De bal ging, bleef veel te lang in het vak, er werden te weinig kansen genomen. Maar ja, het doet ons goed dat we kampioen zijn. Uw trainersduo neemt afscheid in schoonheid. Absoluut. Die mannen hebben het voortreffelijk gedaan. We hadden graag nog een jaartje mee en verder gegaan, maar dat verhaal dat kennen we. Ze hebben het zeer goed gedaan. Ik ben er bijzonder trots op en ik wens ze beiden veel succes. De ene op het WK en de andere bij voorwaarts. Nick, ja, bloed, zweet en tranen. Hè? Ja, vandaag zeker. We wisten dat het sowieso een moeilijke wedstrijd ging worden. Met de weersomstandigheden, veel wind, veel regen. En ik kan het altijd langs twee kanten gaan. Maar we hebben er blijven voor vechten. Even achtergekomen, dan nog extra door blijven vechten. En het heeft geloond. Ik denk dat het een spannende wedstrijd was op een paar fasen na. In de eerste helft dat wij 16 achterkomen. Dan doen we het even niet goed, maar dan remonteren we heel goed tot voor de rust, tot 9-10. En we zetten de tweede helft op dezelfde manier in. En dan komen we uiteindelijk van een 16 naar een 12-10. En dan laten we aan om nog te kunnen doordrukken. En dan komen zij toch in de wedstrijd. Doordat wij niet die scherpte kunnen houden in aanval, een beetje minder goed gaan organiseren. Ja, en dan uiteindelijk gaan ze erover. En een team dat erover komt, is mentaal sterk. En dat maakt het verschil uiteraard. Alles is normaal verlopen. Ja, absoluut. Hè. Een zeer gretig, goed uitgekookt Scaldis. Waarbij, en dan wil ik natuurlijk de zes anderen van Scaldis geen diskrediet aandoen, maar David en Patty, het is toch iets speciaals, zal ik dan zeggen. Hè. En dan moet de volgende bak. En ons team heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Door hard te werken, goed te knokken, goede keuzes te maken. En ik ben ongelooflijk tevreden.
Wat gebeurde er in het begin van de tweede helft? Want daar was het even niet Boekenberg. Hè? Dat, Snel balverlies, foute keuzes op dat shot met balverlies en tot gevolg. En dan aan de andere kant gingen ze er vlot in en dan gaat het snel natuurlijk. Maar ze hebben dat op tijd bijgeschakeld. Knap van het team. Zaalkampioen, veldkampioen, in schoonheid afscheid nemen, noemt men dat? Ja, absoluut. Maar alle krediet naar de spelers. Zij spelen de korf al, hè. Die ken ik niet.